Als u nou bovenaan start met het vliegtuig en u gaat op een gegeven moment naar beneden, er is toch een moment dat u verticaal vliegt? De platte aarde, Pizzagate, de maanlanding die in scène is gezet. 1 op de 5 Nederlanders gelooft in complottheorieën. Er is toch zelfs een moment dat u ondersteboven vliegt? Of zie ik dat nou verkeerd? Volgens de AIVD kan het een ernstige bedreiging vormen voor onze veiligheid. Maar wat voor mensen zijn het nou, die complotdenkers? Frans Heslinga noemt zichzelf compleetdenker. Hij geeft zo'n 3 lezingen per week in het hele land om mensen mee te nemen in zijn waarheid. De aardse waarheid, dat is de presentatie over het grote wereldbedrog. Alles verandert als je in de gaten krijgt dat het geen globe in de ruimte is. Het woord globe komt eigenlijk van glauben, wie je glauben das. En zo kom je eigenlijk aan dat woord globe. Complottheorie, of ik zie het eigenlijk meer als een complotverhaal, dat is een poging van mensen om de wereld te verklaren. En ze doen dat door aan te nemen dat er een groep sinistere lieden is die snode plannen heeft met de rest van de wereld. Nou, waarom wordt iemand een complotdenker? Uit psychologisch onderzoek komen 3 factoren naar voren. De eerste is, je wil een samenhangend beeld van de wereld hebben. De tweede is, je hebt angst over het bestaan. En de derde is, je wilt graag bij een groep horen. Die media hier, hun die moeten weg. Ja. Ja, ik wil niks met die NPO te maken hebben. Alleen ongehoord, die is welkom en de rest moet... Oh ja. Dat weet ik onzin. Jullie hebben mijn hele leven voorgelogen. Niks klopt. Liegen. Maar ik ga wel kijken hoor, ik ben wel benieuwd wat jullie ervan maken. Ja, een zootje. Met de mainstream media hebben ze hier niet zoveel. En met de wetenschap ook niet. Ik kijk ook kritisch naar wat er wordt verteld. Dat zei je, hè? En ik zie bijvoorbeeld geen bronnen. Oh my god. Tekeningen. Mensen, u mag hiernaast nog gerust wat gaan bakkeleien. Wat je ziet bij complotdenkers is dat ze een zeker gebrek aan respect voor expertise hebben. En complotdenkers hebben vaak genoeg om aan heel weinig informatie. Dus ze kijken 1 of 2 YouTube-video's om te denken dat ze het snappen. En dat ze het beter snappen dan de gemiddelde mens en soms zelfs wel beter dan experts. Dit is meneer Newton, hè, die bedenkt dat een appel naar beneden valt omdat hij aangetrokken wordt door massa. Ja, wat een onzin is eigenlijk dat. U moet ook geen hoge pet op hebben van deze leugenaar. De man werd ingehuurd. Wat je ziet met complotdenken is dat het een manier van denken wordt. En daarom zie je vaak dat mensen niet blijven bij 1 verhaal, dus bijvoorbeeld corona, maar dat ze dan komen bij andere verhalen. Nou ja, de maanlanding is een hoax, de aarde is plat, er is een ras van reptielen. Ik heb een keer een interview van hem gezien en toen had hij zo'n reptiele oog. In 1 keer was dat beeld, er zat er zo'n ander oog, was hier tevoorschijn. Ik denk, zie ik dat nou goed? In de wetenschap is dat onderzoek doen kost heel veel energie, cognitieve energie. En wat we weten uit onderzoek is dat complotdenkers niet graag heel veel cognitieve energie willen verspillen. Ze kiezen vaak voor de kortste weg. En als je 1 keer wakker bent, ben je wakker, dan kun je niet weer slapen, zeg maar. En hoe kijk jij dan naar mij? Dat ik het niet zie, jammer, dat ik niet wakker ben? Nou, je hebt het nog niet in de gaten. Nee. Dus ik ben een beetje een sukkel, hè? Nee. Wij waren allemaal wappies. Maar al die wappies werd genoemd waarom, maar wij zeggen wappies, wij geen snappies. Dus de dingen die we vragen zijn bijvoorbeeld, stel je loopt in een hardlooprace en je haalt een persoon in die op de 2e plaats ligt. Op welke plaats lig jij nu? Dan zijn heel veel mensen geneigd om meteen te zeggen op de 1e plaats. Maar dat is niet zo. Jij ligt dan op de 2e plaats en die ander ligt dan op de 3e. Maar dat soort vragen stellen we aan mensen en dan zien we dus dat mensen heel snel voor het simpele antwoord kiezen. Je denkt gewoon, ik haal degene die op 2 ligt in, dus dan ben ik 1. Dat is dus niet het juiste antwoord. Om het juiste antwoord te bedenken moet je dus die initiële ingeving onderdrukken. Kost energie. Nou, de meeste complotdenkers willen dat niet doen, dus die scoren niet zo hoog op die test. Zit je er eenmaal in, dan kom je er niet meer zo 1, 2, 3 uit. Ja, om dus een complotdenker van zijn of haar geloof af te brengen, dat valt niet mee. Dat vergt heel veel tijd en begrip. Veel dingen die je zult doen, zullen averechts werken, denk ik. Zeggen dat iemand het niet goed begrijpt of dom is of wat dan ook, dat werkt niet. Dat versterkt alleen maar
het gevoel, denk ik. Proberen mee te denken met die mensen tot een zekere grens. Niet jezelf daarin te verliezen en ze dan langzaam op andere gedachten te brengen. Zou kunnen helpen, maar ik ben niet super optimistisch.